De dag die je wist dat zou komen. Ik en mijn Peugeot 406 Coupé moeten zich melden bij Joep voor een klokje rondkeuring. En nou ben ik op heel veel punten heel erg overtuigd van deze auto. Het rijgedrag baart mij heel erg veel zorgen. Ik vrees dat Joep niet heel blij gaat worden. Ja, de stuur staat een graad of wat verdraaid naar rechts. Jee. Oh, dit kan. Dit kan gewoon echt niet waar zijn. Eerste de beste hobbel die je neemt, schudt de kont van die auto echt agressief van links naar rechts. Ik vraag me echt af hoe dat in hemelsnaam kan überhaupt. Ik ga gewoon op mijn dooie akkertje terugrijden naar ons bedrijf. En dan ga ik eerst kijken wat hier aan mankeert, wat er los zit. Want het is dusdanig dat het voor me, het voelt echt gevaarlijk eigenlijk. Ik heb ook mensen nu achter me die denken, wat ga je langzaam, maar ik vind het wel goed. Ik ga mezelf echt niet in een barrel van de autoweken kapot rijden. Nou, dit zou de plek des onheils moeten zijn dan. Want ik denk dat er aan de hand is. Hij beweegt. Hij beweegt zijdelings, hè? Ja, dat is heel bizar. Is dat een draagarm of zo dan, denk je? Ja, hij heeft ook een... Kijk, hier onderaan. Dit zijn rubbers waar je... Zorgen dat de beweging die kant op. Wat is dit? Eerste ophanging, Marco. Hij is ergens zijdelings overheen geschoven of zo, lijkt het wel. Het is gewoon een crash geweest, dit of zo. Ja, oh man. Kijk dan, hier deze draagarm. Dit is helemaal recht. Ja. En deze staat helemaal in een banaan. Dat hele subframe staat in een wokkel van die auto. Dit is gewoon levensgevaarlijk, dit. Kijk dan, moet je kijken hier. Dit ten opzichte van dat. Hij steekt dat helemaal in een wokkel. Die veer, moet je kijken hoe die veer ertussen staat. Dat is helemaal scheef. Jezus, man. Hier rechts staat. Maar dit is ook niet zomaar 1, 2, 3 te repareren, vrees ik. Want dit is niet een kwestie van een nieuwe draagarm. Een heel nieuw subframe moet eronder. Een heel nieuw subframe. Maar stel je voor, hè, want dit is natuurlijk wel een verhaal. Ik heb voor €500 een bloedmooie auto gekocht. Ja. Stel, je doet dit. En je komt hierachter. Wat zijn dan de consequenties? Ik bedoel, is dit nog met heel veel bloed, zweet en tranen te repareren? Alles is te repareren. Alleen mensen die voor €500 een auto kopen, ja, hebben meestal niet nog €500 om te repareren. Nee, oké. Maar hier heb je meer voor nodig. Dus... Oké. Het belangrijkste vind ik, wat is hier de consequentie van, Joep? Is dit meteen mijn disqualificatie bij de Borrelbrigade of niet? In zijn huidige staat zou je hem wellicht nog op de rollenbank kunnen zetten. En er zelf een beurtje aan kunnen doen. Maar dan zou ik hem er wel lekker op een trailer heen rijden. Volgens mij hebben we hier te maken met mijn disqualificatie bij de Borrelbrigade 2015. Nou Joep, ik sta hier niet echt heel triomfantelijk. Wat is je oordeel en belangrijker, wat is je advies? Nou ja, het oordeel... Ja, poeh. Technisch gezien en economisch gezien is deze auto totaal los. En dat advies is om er geen meter meer mee te rijden tot hij gerepareerd is. Of dus ja, of hem op een kar te laten ophalen. Hij is wellicht nog te repareren. Met hulp van expert. Een goede thuisklusser, een expert. Ja, een thuisklusser gaat wat te ver inderdaad. Je hebt wel even iemand nodig die er echt handig mee is. Ja. En wellicht iemand die een sloperij die jou een subframe willen schenken met wat achterwielophangingsdelen. Ik ga mijn best doen. Ja, het is even een pijnlijke conclusie, maar hij lijkt me wel heel duidelijk. Ik heb dit onderdeel schaamteloos verloren. Ja, maar interessanter, wie heeft het dan gewonnen? Joep, welke auto is eigenlijk technisch... twee winnaars ten opzichte van jou. Ja, dat had ik horen, ja. Ja, beide, nou ja, boven verwachting wil ik niet zeggen, dan ben ik bevooroordeeld. Maar ja, dat was ik misschien wel een beetje in het geval van Nick's auto. Jaren 90, Japans, toen deden ze echt hun best in Japan. Dat zijn goede auto's, zo is gebleken.
Die van Niek daarentegen heeft bijna 2 keer zoveel gelopen. En dat is natuurlijk ook een hele prestatie. Is ook iets jonger. Als ik voor de rij-eigenschappen ga, dan wint Niek. Maar we gaan hier voor de techniek. En dan is de Subaru toch beter. 1 onderdeel gewonnen. Daar blijft het ook bij. Sorry Niek. Gefeliciteerd ja. Kerel. Succes. Het is je gegund. Ik ga lopen. Doei.